Mijn naam is Erika Brukking. Ik ben specialist ouderengeneeskunde. Ik ben dat al sinds 2013 inmiddels. Sinds 2018 ben ik ook opleider en ben ik de kaderopleiding gaan doen. En ik doe nu module C's. Er bestaat echt 5 modules. En ik werk bij Thebe. Vooral heel fijn om gewoon wat ook meer theoretische kennis te hebben over opleiden. Ik vind toch opleiden is ja, net weer een, toch eigenlijk een beetje een vak apart. Dus dan is het fijn om handvaten te hebben en een beetje meegenomen te worden in wat er eigenlijk allemaal nodig is. Je leert eigenlijk steeds meer over wat jouw rol is als opleider. Wat moet je wel, wat moet je niet? Hoe ga je met bepaalde situaties om? Net als dat patiënten heel veel verschillen AIOS ook heel veel. Hebben ze soms net een andere begeleiding nodig. En ja, de nuances daarin die leer je gaandeweg. Maar het helpt wel om de kaders te hebben vanuit ja, de kaderopleiding eigenlijk. Ik denk dat het heel veel nieuwe kennis geeft over beoordelen, over hoe doe je nou gewoon op een goede manier een leergesprek, waar let je op, hoe kan je iemand goed begeleiden en coachen, hoe ga je om met de leeromgeving, met wie moet je daarin samenwerken. Dus het zijn eigenlijk weer hele andere dingen die je meekrijgt binnen de kaderopleiding. De kaderopleiding die biedt dus gewoon op heel veel vlakken een basis. Je gaat eigenlijk zelf in gesprek, je laat video's zien, je gaat in gesprek met medeopleiders. Waardoor je ook van elkaar gewoon heel veel leert. Ik vind ook de sfeer in de kaderopleiding is eigenlijk gewoon wel heel laagdrempelig en een goede sfeer gewoon. Voor een AIOS is het belangrijk, denk ik, om gewoon te weten dat een opleider ook gewoon kennis heeft over hoe je iemand moet opleiden. Ik denk ook dat het voor jezelf ook heel goed is om die basis te hebben. Je bent ook rolmodel dan meteen. Ik vind dat ook wel gewoon heel goed dat je op die manier ook zelf laat zien dat je nog aan het ontwikkelen bent ook. Het is ook vaak heel grappig hoe dat dan gaat, want dan ja, neem je de AIOS ook mee op, zeg maar, op je video en dat je dan zelf ook weer moet reflecteren op hoe je in die video dan bepaalde handelingen doet. Dus dat is een leuke dynamiek. Ik vind ons vak is een bepaald imago, maar dat imago niet helemaal terecht is. Het is eigenlijk juist een heel jong en dynamisch vakgebied. En dat zie je eigenlijk ook terug in de opleiding, zowel in de kaderopleiding, maar ook in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Het ontwikkelt zich steeds. De opleiding ontwikkelt zich steeds, maar het vak ontwikkelt zich ook steeds. Er is heel veel vernieuwing in mogelijk. Hè. Denk maar aan gewoon het feit dat we steeds meer naar buiten gaan, hè. Buiten het verpleeghuis, steeds meer in de eerste lijn ons kunnen laten zien. Dus ik denk dat je ook heel veel kanten op gaat. En daarnaast zie je ook gewoon dat onze jonge dokters steeds meer ook dokters zijn met ervaring die bewust kiezen voor ons vakgebied. En omdat het gewoon ook een vak is waarbij je juist echt die patiënt, die mens centraal hebt en waarbij je naar de totale mens kijkt. En dat komt eigenlijk ook naar voren in de opleiding. Want daar kijk je ook gewoon naar het totaalpakket van de AIOS, naar de totale AIOS.